Wij gaan vandaag alweer de vierde zilveren ui uitreiken. En ik ben er hartstikke trots op dat we Ron Blauw, gevestigd in Amsterdam, als vierde twee sterrenchef prijs mogen gaan uitreiken. Het is weer een hele bijzondere middag geworden. Het wordt echt een bijzondere middag. Kun je iets vertellen over wat jullie allemaal gaan maken vandaag? We beginnen met een cocktail van komkommer. Een beetje lekker ook frisse start. Daarbij hebben we een ijs gedraaid van Picky Lily. We hebben een gerechtje met merg. En wat diverse uibereidingen van Kesbeken. Ook eentje die voor ons gaat maken waar hij wat rode biet sap in gaat verwerken. We hebben een gerechtje met bloemkool en daar zit zilverui in verwerkt. Ik wou nu maar overgaan tot de uitreiking, want daar bent u dus Lotte voor gekomen. Dames en heren, de man die de Zilveren Ui 2011 gaat winnen, is genomineerd eigenlijk om twee redenen. De eerste reden was, en dat is eigenlijk vanzelfsprekend, dat hij vrij aardig kan koken. En de tweede reden, en die was minstens zo belangrijk, hij is verliefd op Amsterdam. Dames en heren, met heel veel trots wil ik u de man voorstellen die dit jaar de titel draagt, winnaar van de Zilveren Ui 2011. Ik hoop dat u hem een daverend applaus wil geven. Hier is Ron Blauw. Ron, het is een groot eer voor mij om je uit te reiken. Ik was wel de eerste die hem kreeg. Maar ik ben heel erg trots op dat alle volgende prijswinnaars waren twee sterrenwinnaars. Ik ben ontzettend trots. Vooral omdat je zei dat dit jaar dat er een echte winnaar moest komen. Welkom Lucas. Ik vind het ontzettend leuk. Ik vind, we kennen elkaar al een tijd. En ik vind jouw bedrijf een van de mooiste bedrijven van Amsterdam. En het ambachtelijke. En jij zegt dat we hier als team werken. Maar ik denk vooral, jij bij Kesbeken, hoe jij daar rondloopt. En iedereen voor jou daar bezig is, vind ik grote klasse. En je mag trots zijn op je bedrijf. Dankjewel. Ja. Even naar mij. Hoe voelt u zich nou, nu je de zilveren gewonnen heeft? Trots. Ja, absoluut. Goed, mooi gevoel. Wat ik nog niet begrijp is dat iemand met zo'n allure, met zo'n sterrenallure, dat hij met augurken en uien gaat werken. Ja, ambacht. Goed product. U vindt het echt topkwaliteit? Ja, absoluut. Ik vind het echt topkwaliteit. U bent begonnen met de zilveren ui. Waarom bent u zo enthousiast over? Nou, ik had kennis gemaakt met Oost in zijn bedrijf en dat ambachtelijke sprak me heel erg aan. En toen zijn we ook een beetje gaan koken met die producten. Ja. Want het zijn en dat lukte? Ja, dat lukte, ja. Waarom werkt zo'n toprestaurant nou met tafelzuur? Nou, zuur is heel belangrijk in een gerecht. Hè, dat brengt je smaakpupillen omhoog. Ja, de gerechten worden wat complexer als je wat meer zuur in gebruikt. En vandaar dat wij veel Amsterdamse tafelzuur ook gebruiken. Zit hier nou een ui in? Ja, hier de ui in. Waar dan? Hier ligt onder de Lora di Colonnata ligt de ui. Ik word een beetje uien als ik dat zo zie. Is dat zo? We gaan toch niet de hele avond uien zitten eten? Absoluut niet. We gaan het totaal over een andere boek houden. We maken er wel een uitje van. Precies. Wat vind je van die producten? Heel eerlijk, ik heb ze altijd in mijn koelkast staan, want ik krijg ruzie met mijn vent als het niet de augurken van Oost zijn. Kwalitatief is het voortreffelijk. Het bedrijf is natuurlijk vader op zoon, vader op zoon, vader op zoon en het is een echt Amsterdams bedrijf. Bij mij op de vensterbank, in het aanrecht in de keuken, staan drie van die grote potten. Eén met zure uien, één met pikkels en die andere met, ja, lekker. Heerlijk. Heerlijk. Wat? Heerlijk. Fantastisch, en daarom ben ik hier ook. Het is echt heel lekker. Ik ben een uienfan en een augurkenfan, ja, sowieso. Is hij een aanmerk? Binnen de augurkenbranche zeker, ja. Ja. Ja, binnen de augurken wel, ja. Dus echt, waarom verkopen jullie het? Omdat we altijd goede aanmerken op schappen willen hebben staan. Ja. Daar bent u het mee eens? Absoluut.
Hoe is het nou om met kerstbekerproducten te werken? Kijk, als je een heel goed gerecht wil neerzetten, begint het met het product, hè. En als je product niet goed is, dan kan je ook geen goed gerecht neerzetten. Dus ja, kerstbekers in mijn ogen zijn topproducten, dus daarmee kan ik heel goed mee uit de weg. Waarom organiseer je zo'n evenement als vandaag? De spullen die wij produceren, die waren eigenlijk in een hoekje geduwd waarin ze eigenlijk helemaal niet thuis horen. En je kan met al die producten, of het nou een eenvoudige augurk is of een eenvoudig uitje, zulke mooie dingen maken. En dat vind ik heel belangrijk, dat mensen weten dat behoudens een stukje augurk met een stukje ham eromheen gerold, dat je fantastisch mooie dingen ermee kan doen. Hoe voelt dat nou? Ja, is leuk. Het is, ik werk al jaren met kerstbeker producten en ik vind het gewoon hele mooie natuurlijke producten waar ik 100% achter sta. En het zijn ook producten die heel veel gebruikt worden in de professionele keuken. En het is iemand die ook van het ambacht houdt en echt 100% voor het vak gaat. Dus ja, dus ik vind het een eer. Tafelzuur, dat is niet het eerste waar je aan denkt waar een topchef mee werkt natuurlijk. Hey, maar we maken bijvoorbeeld van de zilveruitjes, daar maken we marmelades van. De augurkjes gebruiken we weer in de steektataar. Dus het is niet zo dat we die tafelzuur op tafel zetten, we doen er wat mee. En het is een heel mooi basisproduct, gewoon waar heel veel kwaliteit in zit. What do you get when you fall in love? You only get tears, lies and sorrow. So for at least until tomorrow ik wil altijd hebben dat zij optreedt bij jou. Waarom? Omdat ik van haar hou. Maar je bent niet de enige. Sweet Caroline, ik laat je never nooit meer gaan. Ik ben verliefd. Zeg nou eens heel eerlijk, hè. Ik bedoel, een ui is toch een ui, laten we die moeder doen. En een augurk is een augurk. Dat is waar, maar wat je er dan mee gaat doen, dat maakt het verschil. Hij heeft echt kwalitatief hele hoogwaardige producten. Ja, absoluut. En, dus jij bent blij? Ik ben heel blij. Jij bent blij? Ik ben nog veel blijer.